Geef zo één dameapplaus. En jullie laten de fantastische dansers. En de trio's acteren. Ik hoop dat jullie allemaal op te gaan dansen. Want ik kan even dansen en een drankje en nog even feesten. Als producent kunnen we er heel trots op zijn dat we een nieuw genre hebben toegevoegd aan het Nederlands filmlandschap. Ik heb gewoon een film bedacht. Met deze mannen hier zo. Ik echt waar, joh. Echt naar een idee van. Dat mag ik gewoon nog even zeggen. Dat is geweldig. En nu. Amen. Jeffrey Elman Brecht. Lang maken, want Avalon heeft echt een vet feest gegeven voor iedereen in de air. Dus dit gaat veel korter worden. Dat is een goede dag, jongens! Helemaal geweldig, helemaal goede sfeer. De foto's flitsen en de crew staat er nog, de dansers staan er nog, de regisseur staat er nog, de choreograaf staat er nog. Helemaal prachtig, helemaal gelukkig. Ik wil iedereen interviewen. Jongens, geweldig. Wat een prachtige film hebben jullie neergezet. Ik heb een traantje weggepinkt en jullie hebben fantastisch gedaan. Hoe? Ja, ik weet niet wat ik moet vragen. Wat is je gevoel? Wat een heerlijke avond. Ja, opluchting en emotioneel. Een beetje van alles tegelijk. Maar ik ben heel erg trots. Ik ben gewoon... Ja, hij is eindelijk de wereld in. Iedereen mag hem nu zien. Dus. Dag Lorenzo. Hey, nee, je bent echt helemaal top. Ik heb een beetje tranen in mijn ogen gehad door jou. Wauw. Ja. Ik krijg al zin om nu een dansje te doen, omdat ik niet op de juiste woorden kom om te beschrijven wat dit voor gevoel met zich meebrengt. Het is echt het is heel overdonderend om zoiets mee te maken waar je zo lang naartoe hebt geleefd en gewerkt. Hoe voel je je nu? Ja, blij, vervuld. Iedereen heeft het gezien, dus dat is in ieder geval dat we die lange rit hebben doorstaan, zeg maar. En ik wil eigenlijk nu de reacties weten van wat iedereen ervan vond. Nou, mijn reactie is dat ik ontzettend genoten heb. Ik ben ook soms heel erg aangedaan door wat er gebeurde en zo. Heel mooi verhaal, mooi gefilmd en ook heel mooi geacteerd. Je maakt wel een hele... ontwikkeling door in de film. Ja, klopt. Het was best wel een lange rit. Ik denk voor mij de moeilijkste momenten waren zeg maar het dansstuk zeg maar, die we met z'n drieën hebben, de drie jongens. Het zo te combineren dat en die dans en het niveau van het acteren zeg maar, bij elkaar kwam. Want de ene keer was je gewoon met je emotie was je gewoon alles kwijt. En de andere keer moest je met de dans moest je weer scherp zijn, was de emotie weg. Dus dat was wel een van de uitdagingen in die hele film. Om dat zo te combineren. Leuk. Even laten we zinken. Ik merk, wauw. Ja, goed. Maar goed gedaan. Maar. Heb je genoten om op te treden in deze film? Ja, heb ik zeker. En hoe vond je het om jezelf op zo'n heel groot doek te zien? Dat was eigenlijk heel erg leuk. Want ik ben van mezelf heel erg klein. En nu ben ik heel erg groot. Nee, je was heel erg groot, ja. Hey, en Roy was een beetje je vader in die film. Was dat niet erg grappig om ineens hem als vader te hebben? Ja, dat is wel grappig, ja. Hij was ook niet zo'n hele lieve vader in het begin, hè? Nee. Maar aan het eind kwam alles nog goed. Ja, dat wel. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Ja. Ook, wat een komisch talent zo'n beetje, hè? Ja, dankjewel. Ja, nee, ik ben heel blij dat iedereen het heeft gezien. En zeker omdat we natuurlijk heel veel voordelen hebben gehad van dansers kunnen niet acteren. Denk ik dat we hiermee wel echt wat laten zien. En ja, daar ben ik natuurlijk echt super trots op. Ja, of dansers kunnen acteren en dansen en acteren. Helemaal leuk. Ja, helemaal. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. En ik vind dat het heel goed is gelukt en pet je af. Hoe voel je je? Ja, dat heb je al 10 keer gehoord, gevraagd, maar... Nou, Roy heeft gewoon sprakeloos. Ik ben gewoon een beetje de klus kwijt. Ik bedoel, voor ons is het de eerste keer hier zo, weet je wel, en op grote doek. Ja, het is gewoon mooi dat we dit hebben kunnen meemaken. Dus. Ja, zoals ik al, weet je, het is voor mij echt geweldig als van danser naar choreograaf om dit te kunnen gaan realiseren met een hele goede vriend van mij die ook, weet je, zijn weg heeft gevonden in carrière en een regisseur is geworden. Het is zoveel bij elkaar, voor de danswereld is het gewoon, het is gewoon geschiedenis dit.